Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD. Hallo kijkers van Dagelijks AD, ik ben Nathan aka Jets Acid en vandaag geef ik jullie een tutorial How to get the Hell's Redeemer en de Golden Spork op Mop of the Dead. Allereerst, voor de Hell's Redeemer moet je eerst de Hell's Retriever hebben. En om deze te krijgen moet je de drie dogs feeden. De eerste dog die je tegenkomt is de dog in de cellen. Deze feed je door middel van gewoon zombies te killen en wanneer dit gelukt is, zal je zien dat de dog terug in de muur trekt. De tweede dog is gelokaliseerd in de infirmary room. Hier moet je opnieuw zombies killen tot dit gedaan is. Deze room vind ik het moeilijkste, want hier ga ik meestal dood als ik de dog probeer te feeden. De derde dog is gelokaliseerd op de docks, zoals je hier kan zien. Deze spot is redelijk makkelijk om alleen te defenden, want er kunnen maar zombies van twee kanten lopen, dus je moet heel de tijd van links naar rechts lopen, zoals je hier ziet. En dit is redelijk makkelijk. Eenmaal je dit hebt gedaan, kun je naar de plek lopen waar de Hell's Retriever ligt en neem je deze gewoon op. De volgende stap is naar Golden Gate Bridge gaan. Hier moet je 100 kills strijd maken met je tomahawk. Dus dat betekent dat je geen gunkills mag maken, maar alleen met je tomahawk. Ik raad je dit aan om dit zo vroeg mogelijk te doen. Want zoals je ziet, ik doe het in ronde 19 en dit was geen pretje. Het was super moeilijk om de zombies te killen, want mijn Hell's Retriever deed bijna geen damage. Dus je ziet me hier lopen. We speelden met twee, maar mijn vriend wilde niet de Hell's Redeemer hebben. Dus het was makkelijk voor mij. Mijn kills konden niet gestolen worden. Maar sorry dat mijn scherm zo trilt, maar die Brutussen die elke ronde spawnen op Golden Gate Bridge kregen het maar niet dood. En ik moest zoveel hitten met die Hell's Retriever dat het echt niet ging. Dus ik bleef gewoon toertjes lopen en ik denk dat ik er twee rondes over had moeten doen om die 100 kills te raken. En het duurde echt wel lang, want zoals je ziet, mijn Retriever doet bijna geen damage. Eenmaal je de 100 kills hebt bereikt, kun je teruggaan naar Actress Island om je body te reviven. En dan begin je aan de volgende stap. Je loopt naar het lavapoeltje onder de plek waar je je eerste dog hebt gevoed. En je gooit je retriever erin. Je krijgt een indicatie dat dit is gelukt als je Hell's Retriever niet meer recharged. En als je een soort van lavaspuugje zag uit het pootje. Hierna moet je gewoon een ronde spelen. Gewoon spelen. En dan moet je in Afterlife gaan. En moet je in je Afterlife body lopen naar de plek waar je hiervoor om de Hell's Retriever was geweest. Deze ligt hier. Je neemt hem op. En bam, je hebt de Hell's Redeemer. Veel sterker en recharge sneller. De volgende speciale item slash easter egg is de Golden Spork. De eerste stap is heel simpel. Je moet gewoon met je Hell's Retriever of je Hell's Redeemer een poster van de muur gooien. Meteen hierna of even daarna moet je in Afterlife gaan en moet je in een opening komen die er komt vanaf je de opening gooit met je Retriever. Je loopt erin en je schokt wat op de grond tot je het enge lachje hoort. De lepel ligt hier, dus je schokt daar en daar hebben we het lachje. Ik schokte nog wat meer zonder reden, maar en dan. Dus nu hebben we de lepel geteleporteerd naar de plek in de cafetaria. En deze nemen we op door middel van onze tomahawk te gooien op deze lepel. We krijgen een indicatie dat dit is gelukt door Brutus, die zegt dat hij achter ons komt om ons te vermoorden. De volgende stap is naar de badkuip lopen in de infirmary. Als de vorige stappen niet zijn gelukt, of als je denkt dat deze zijn gelukt, zou je hier nogmaals een soort van manier krijgen om te zien of dit is gelukt. Je loopt gewoon naar de badkuip en als je een zilveren lepel ziet draaien in de badkuip, is dit gelukt. De volgende stap is je sweeper upgraden naar de Violet Wuthering. Dit doe je door middel van de Exit Cat en hierdoor wordt je Plunder Cat veel sterker. Nu moet je naar de douches gaan en daar wat kills maken. Maar wat kills is nogal zwak uitgedrukt. Er staat geen teller op, denk ik, want meestal schiet ik gewoon en blijf ik hier een paar rondes tot ik de lach hoor. Maar deze keer ging het heel snel. En ik denk dat ik hier maar één ronde ben geweest en gewoon op elke zombie heb geschoten die ik zag. En het ging super snel. Dus dit is normaal de moeilijkste stap, maar ik vond dit nu een zeer makkelijke stap, want het ging redelijk snel. Hier horen jullie de lach en dan moet je gewoon teruggaan naar de badkuip, waar we ervoor wel waren geweest voor de zilveren lepel. Hier zien we weer opnieuw lopen. In de verkeerde gang natuurlijk, maar dan. En hier zie je de hand uit het badje komen.
met de Golden Spork in de hand. Hier press je gewoon op vierkantje en je hebt de Golden Spork. De Golden Spork is tot en met ronde 33 One Knife, One Kill. Dus dat is natuurlijk super goed voor je punten, want je krijgt 130 punten per knife kill. Hier zie je me wat spelen met die Golden Spork en je ziet ook dat ik hem heb. Soms zie je het wat slechter, maar wow, is niet erg. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Allereerst wil ik Milan bedanken dat hij de kans geeft aan de kleinere YouTubers zoals mij om bekend te worden. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat zeker een like achter als je dit leuk vond. En ja, ik kan echt niet zeggen hoeveel ik Milan dankbaar ben. Maar ja, ik zou zeggen, challenge!